And now they charge the people a buck and a half just to see it. Don't it always seem to go? They don't know what you got until it's gone. Qua betrokkenheid en qua trots en zo. Jullie hoeven niet zielig om me te vinden of zo, maar ik heb nog nooit gehoord, toen niet, nu niet, van hé jongen, wat ben je goed bezig? Je een schouderklopje of we zijn trots op jou. Dat hebben we nooit gehoord. Maar dat heeft dus ook te maken met het gewoon niet kunnen uiten. Want ja, ze hebben echt geen idee wat ik doe. Als ze hier zouden staan aan de bar, dan zou mijn moeder schaapachtig kijken. En mijn moeder vader zou waarschijnlijk gewoon gaan zuipen. Want dat is ook een dingetje. Mijn vader die heeft echt wel een behoorlijke zucht naar drank. Dat is wel een liefhebber. Hij is part-time alcoholist. Alleen als hij slaapt, drinkt hij niet. Dus voor de rest is het wel iemand die veel dronken was. En ik merkte dat al rond mijn vierde, vijfde levensjaar. Hij werkte in de ploegendienst dan in die fabriek en dan ging hij vaak, hij dronk altijd vieux. Dan dronk hij dan vaak het glazen cola vieux. Misschien om het leven draaglijker te maken, dat weet ik niet, maar dan ging hij op die manier naar werk. En dan kwam hij weer terug. En was hij vaak ook dronken, dus ik denk dat hij ook tijdens werk dronk. Ik dacht van achterlijkheid, dat is allemaal vertegenwoordigd. Je hebt achterlijke moslims, achterlijke christenen, achterlijke atheïsten, achterlijke artiesten, achterlijke kunstenaars, achterlijke boeren, achterlijke almeloos, achterlijke Enschedees, achterlijke Turken, achterlijke Grieken, achterlijke... Dus, om mij aan te geven, hoe schrijf je een programma dat een uur duurt? Nogmaals, welkom dames en heren. Welkom op Camping Den Blanken. Want ik speel normaal met decor, heb ik hier helemaal een camping. Maar ik dacht van, nou, dit is mooier. En waar vind je dit decor nou? Ik kan je vertellen, nergens. En meestal na afloop vraagt Ruud van, hak ik misschien ook moeten ruimen? Ik zeg, ik ben mooi kiep mee, jong. Ja, natuurlijk met een dikke kloon in Ierland. Dan plaats ik hier de boel een beetje regelen. Ik word een beetje schizofreen met drie gitaren op één podium. Wat moet dat nou voor? Vrede, heb je beweegd licht in Café België? Ja, ik weet ook niet hoe dat deed. Ik kom hier nou al een paar jaar. Elke keer kom je binnen en dan hoop je van... En dan, nee, weer niet. Ik kom uit een heel optimistisch dorp. Ik had een buurman en mijn buurman was getrouwd met een Filipino is zo'n wijf van zo'n eiland. En dat meisje dat verongeluk met de auto. Oh, wat droeven is jong, een verongeluk. Echt, mijn buurman ook, kapot jongen, een rouwproces. Ik geloof 5 minuten. Toen was hij er helemaal klaar mee. Toen zat hij wel achter de computer. Terwijl hij riep, haal het nog gewoon nieuw. En er wordt wel eens een beetje zo op gereageerd van wat hardvochtig. Maar dat is niet waar. Hardvochtig zou het pas zijn geweest als mijn buurman zijn bruid bewust had laten verongelukken. En dat heeft nooit iemand kunnen bewijzen.